Rubens heeft sinds lang een reputatie als een schilder van de kleur. En het bijzondere aan deze restauratie is dat we die kleurenpracht van de tronende Madonna, die lang verborgen heeft gezeten onder een dikke vergeelde vernislaag, nu opnieuw kunnen bewonderen. Bijvoorbeeld rechts bovenaan, achter Johannes de Doper, zien we nu een zon die ondergaat achter de wolken en zo'n heel lichtspel creëert. In de figuur van Augustinus zien we hoe hard het tussenspel tussen licht en kleur Rubens bezighield. Die heilige heeft in zijn hand een brandend hart vast en we zien hoe dat hij rode reflecties geeft in de baard van die heilige, maar ook op zijn kledij en zelfs in zijn ogen. Waar Rubens in zijn kleurgebruik het meest om werd gelauwerd, was het schilderen van de mens. En dat zien we nu op een verwonderlijke manier terug in de figuur van Sebastiaan. Daar zien we echt een heel spel van geel, groen, blauw, rood, dat allemaal samenkomt om die perfecte illusie van een blote bast te creëren. Deze restauratie van de tronende Madonna maakt nog maar eens duidelijk dat Rubens zijn reputatie als een schilder van de kleur wel verdient.